Goedemorgen, dames en heren, Corda-bewoners, studenten, professionals, ondernemers in Limburg en ver daarbuiten. Welkom tot de eerste Corda Morning Show. Ik ben Marnik van den Broek, ik ben jullie presentator en tevens de beste voor dit budget. En ik ga jullie mochten kickstarten deze week en hopelijk in de toekomst ook. Dit is de eerste aflevering. Ik hoop op basis van jullie feedback die jullie gaan geven dat dit misschien een begin is van een hele mooie reeks aan afleveringen, aan morning kickstarts. En daar gaan we proberen voor zorgen. We hebben muziek, we hebben special guests, we gaan dingen doen. Het belooft een hele mooie show te worden. En de reden waarom we dit doen is... Het is een soort van mijn favoriete Instagram quotes om te zeggen van dat de mensen met het meeste talent en de beste ideeën zijn niet per se de mensen die het meest succesvol worden in wat ze ook doen in het leven, maar het zijn degenen die doorzetten. En als er één ding is wat ik en ik denk heel veel van jullie thuis of het werk die nu aan het kijken zijn geleerd hebben de afgelopen jaar, dat dat een waarheid is. Het doorzetten, het niet opgeven. En ik ga je twee voorbeelden geven. Ik moet nu zeggen, waar gaat de Marnik hier? Het is morgen vroeg en hij begint al een hele monoloog af te steken. Ik wil gewoon naar de gast gaan. Toch ga ik dit even met jullie delen. Er zijn twee voorbeelden die ik wil geven waarom ik daar zo hard in geloof. En het eigenlijk de magische formule is om niet alleen deze week, deze maand, maar de rest van het jaar helemaal te rocken. En dat zijn twee dingen. Eén, ik ben beginnen met Call of Duty te spelen. Nu, sommige mensen hebben zoiets van Call of Duty nog nooit van gehoord. Dat is een videogame en ik heb daar een paar dagen, we beginnen al direct met goed nieuws, een paar dagen geleden voor de eerste keer mee gewonnen. Nu, sommige mensen die niet gamen hebben zoiets van, maar waarom is deze man dat aan het vertellen? Voor degenen die gamen weten dat een big deal is. Ik ben de eerste geworden van 145 deelnemers. Nu, waarom vertel ik dit? Is omdat ik ben beginnen gamen bij de eerste lockdown back in 2020. Omdat ik zo zat van, ik heb meer tijd, ik ga terug mijn gaming passie opnemen. En ik dacht dat ik een e-sport god was. Ik pak mijn controller de eerste keer. Ik zei tegen Nathalie, mijn echtgenote, ik ga dit rocken. Dus dat is iets van, goed schat, doen. En ik was slecht. Ik bakte er niks van. Ik werd ingemaakt door 18 jaar oude kinderen. Mijn gamingdingen was volledig weg. En hoewel ik heel veel de controller in de tv heb willen gooien, hoeveel dat mijn kameraden zeiden, misschien moet je een ander scherm kopen, een andere controller, het zal misschien daaraan liggen. Hoeveel dat ik gezegd heb, ik speel het niet meer, ik haal hier geen energie meer uit, waar ben ik mee bezig, ik kan dat niet. Toch heb ik elke keer beslist, en ik weet, het gaat over gaming, heb ik elke keer beslist, ik ga het terug doen. Ik ga terug die game opzetten. Ik ga YouTube-video's kijken. Ik ga kijken hoe ik beter kan worden. En je zag stapsgewijs dat er mooie dingen begonnen gebeuren en dat ik beter aan het worden was. En dingen begonnen te lukken en dat ik strategieën begon te zien. En nu, een paar dagen terug, zat ik voor mijn tv. En ik voelde het komen. Ik was van hier heb ik naartoe gewerkt. En na een exact jaar van proberen, zie ik op mijn groot scherm staan Warzone Victory. Nu, voor als je niet game betekent dat niet heel veel, maar ik weet voor de mensen die Warzone weet je dat je daar heel hard voor moet werken. Ik ging through the roof, ik stond te bibberen, ik stond te dansen in the living. Nathalie stond foto's van mij te trekken. Goed, schat, ik ben zo fier op u. Goed. En ik had mijn eerste Call of Duty Warzone Victory. Maar waarom was ik zo blij dat ik die Call of Duty Warzone Victory had? Niet per se voor het spel zelf. Dat is niet per se belangrijk. Daar gaat niemand om kraaien of ik het nu win of niet. Maar vooral omdat ik elke keer beseft had van, ik heb nu een heel jaar hier naartoe gewerkt. En elke keer als ik gedacht had van, ik ga stoppen. Het is niet voor mij. Het is, misschien moet ik het gewoon opgeven of ligt het dan aan een gebrek aan skill. Toch heb ik elke keer beslist, ik ga het opnieuw proberen. En net hetzelfde met onze business. En dat is het hele patroon, de magische formule die ik zag. Met onze business ook. We hadden een topdraaiende business, net zoals velen van jullie. Maar vorig jaar, laat ons eerlijk zijn, het is een heel speciaal jaar geweest voor iedereen. Was de agenda eens leeg? En dan had ik zoiets van, gaan wij nog bestaan op het einde van het jaar? En velen onder jullie, ik hoop het natuurlijk van niet, zullen dat gedacht hebben. En net hetzelfde als bij Call of Duty. Hoewel dat er traantjes gevloeid zijn. Hoewel dat ik gedacht had van, waarom doen we eigenlijk dit nog? Moet ik de BTW-nummer niet gaan opzeggen? Heb ik elke keer gedacht, samen met Nathalie, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we content creëren? Welke klanten gaan we contacteren? En nu ook weer een jaar later, zie je dat die business terug begint te boomen. En dat is de magische formule. En daarom doen wij dit vandaag, om u minstens één keer per maand een boost te geven. En dus hebben van... Ga ik nog verder? Ga ik niet verder? Kijk naar de Corda Morning Show. Zie Marnik, zie de gasten. Gewoon geïnspireerd door ondernemers. En denk jezelf van, yes, ongeacht alles ga ik door. En dat is het doel van wat we hier vandaag aan het doen zijn. En ik heb er ook iemand voor uitgenodigd. Een eerste gasten. Ik had zoiets van, ik heb iemand die een en al energie is nodig, die ook moeilijke tijden heeft gehad, in 2008 daardoor gesparteld is en nu een top onderneemster is geworden. Sommige mensen kennen haar en weten... Want ze zeggen, maar ze zeggen zoveel, ze zeggen dat haar blonde lokken gebruikt worden als snaren voor de violen tijdens het Weens nieuwjaarsconcert. Anderen zeggen dat Jeff Bezos haar belt voor transport.
advies. Maar wij kennen haar als de trendsgazelle van 2020, onderneemster van het jaar 2017 en niemand minder dan Alexandra Limage. Alexandra, goedemorgen. Welkom in mijn studio. Ja, gezellig. Gezellig. Je hebt een leuk beeld. Ja, ik kijk heel graag naar mezelf, maar ik weet niet of je dat ook hebt. Super dat je hier wilt zijn. Ook super dat je voor de mensen thuis of op het werk, dat je de eerste bent. Ik had zoiets van een en al energie. Hier moet ik Alexandra voor bellen. Zoals ik zei, je bent de CEO of founder of zaakvoerster van Sprintansport. Maar waar ik je zeker voor uitgenodigd heb, is niet alleen dat je succesvol onderneemster bent, maar ook als ik je zie hier, te strak in de backstage, online, execute girl op Instagram. Als je haar nog niet volgt, ga haar zeker volgen. Een en al good feel, een en al tips, ondernemersboost. Mijn vraag aan u, de eerste is, waar haalt je dat? Want ik kan me inbeelden dat er sommige mensen kijken en ze zeggen van, maar hoe kunt je nu altijd zo vooruit gaan, zo blijven gaan? Wat is uw geheim? Heb je een soort routine of... Dat komt vanzelf. Als je doet wat je graag doet, is iedere dag opnieuw een feest. En ik denk nooit van, oh, bah, ik moet boekhouding gaan doen. Die zijn er ook, hè. Maar ja. Dan denk ik, ach ja, zo erg is het niet. We schudden ons de koffie in en we gaan gezellig eraan beginnen. En voor je het weet, zit je helemaal in de flow. En dan zijn er al 20 andere dingen gebeurd. En ik hou daar wel van. Dat er altijd iets is wat dat plots je dag doorbreekt en wat het helemaal anders maakt. En ik heb van die dagen dat ik denk van, vandaag ga ik dat en dat doen. En ik kom 's avonds thuis en het is een volledig andere dag geweest. En I love it, echt waar. Dus je hebt niet per se, zoals vele mensen altijd zeggen, van je moet een ochtendroutine. Ik heb ook gehoord, ik weet niet of het waar is, dat heel veel zeggen van ondernemers als ondernemers, of professionals, of studenten, maakt niet uit wie aan het kijken is. Dus je moet je vroeg opstaan. Als je succesvol wil zijn, moet je vroeg opstaan. Maar ik heb gehoord dat je geen ochtendmens bent. Ik ben geen ochtendmens. Ik kom pas helemaal up and running rond een uur of twee in de namiddag. Ja. Maar die ochtend, ja, op het gemakken, hè. Dus... En als het nodig is, dan steken we wel een paar tandjes bij. Maar ik heb daar geen last van. Ik sta 's morgens op en we beginnen aan de dag. We drinken genoeg koffie en we gaan er tegenaan. Ik ben persoonlijk, ik weet niet of jullie daarbij, maar ik ben persoonlijk blij om dat te horen. Ik had altijd stress. Ik was van, maar ik begin ook pas te functioneren zo om 3 uur in de namiddag. Maar ik dacht dat ik anders was dan dat ik vroeg moest opstaan zoals vandaag. Maar er is dus blijkbaar, je kunt succesvol zijn. Ook al staat je later voilà. Op. Het gaat vooral over ik onthoud die passie hebben, dat graag doen en weten dat er elke keer iets anders op je afkomt. Ja. Nice. Nu, ik heb het al in de intro een beetje gezegd en ook, ik weet niet of je zelf een gamer bent. Ja, execute girl, van waar komt dat? Ah ja, voilà, hop. Kijk eens aan, gamers, alle handen, verenig u. Vroeger speelde ik tot 6-7 uur in de ochtend Age of Empires en er was geen einde aan. En dan mijn moeder zelfs de stroomschakelaar van het huis afzetten van, nu is het gedaan, nu gaat je slapen. Zo is het allemaal ooit begonnen en ja, dan moet je een spelletjesnaam hebben en execute girl en we hebben hem gehouden. Dus, Kijk eens aan, het is gaming aan de basis van de carrière, dus je kon helemaal relaten met hetgeen wat ik aan het echt zeggen. Waar. Maar ik had het over voor mij was dat is een quote die je heel vaak ziet dat ondernemers zeggen van kijk, je kunt heel goed zijn, je kunt een geweldig idee hebben of je kunt als je ergens werknemer bent, van je kunt projecten willen doen. Maar dat het degene zijn die nooit opgeven en die ze hebben van elke week opnieuw van ongeacht alles, let's go. Als ik kijk naar uw geschiedenis, want nu zien we Sprintansport, succesvol, onderneemster van het jaar, trends, gazelle. Maar als ik kijk toen je begon, 2008, als ik me niet vergis, waren geen glorietijden voor u. Toch zit je er helemaal doorgeraakt. Hoe, vraag ik mij dan af, langs uw kant, hoe motiveert je uzelf? Zijn er zo'n soort golden nuggets dat mensen die aan het kijken zijn zich kunnen motiveren van ja, maar als ik het nu even niet zie zitten of een moeilijkere periode heb, hoe raak ik hierdoor? Maar ik heb dat ook, hè, dat ik van die dagen dat ik denk van boh, wat ik dan doe is keihard klagen, een uur aan een stuk en dan daarna ben ik al aan het lachen met mezelf dat ik denk van oh my god, drama queen, zo erg is dat niet. Ja. En een uur of twee daarna dan denk ik van allee, heb ik daar nu echt wakker van gelegen? En wat heel goed helpt is bel een ondernemer op, die weet precies waar dat je tegenaan kijkt, praat eens met hem of met haar en dat geeft zoveel meer nieuwe zuurstof. Nice, ik vond het ook wel heel leuk dat je zegt van, dat je mocht klagen. Dus je mocht echt 's morgens opstaan en zeggen van, het gaat me even niet. Maar dat het belangrijk is om daarna wel actie te ondernemen. Inderdaad, soms met de juiste krachttermen er nog bij om het nog wel een extra twitch te geven, maar goed. Het is echt heel Amerikaans. Ik zeg van, come on, in de spiegel, Alexandra, vreet ze op, of niet? Of... Ik sta soms naar mezelf te lachen dat ik denk, als ik een glimp mijn gezicht zie, dat ik denk van, my god, zeg. Zo erg is het allemaal niet. Ja. We zitten er allemaal met momenten heel erg scheef in en
dat helpt. Het ventileert. Als je dat je systeem kunt smijten, dan geeft dat weer de nodige rust in je hoofd voor te focussen op de positieve dingen. Alright. En zoek iemand een soort klankbord, hoor ik zeggen, van een soort mentor die je even kunt bellen. Ik bel gewoon een collega of ik bel een vriendin die ook onderneemster is of hetzelfde wie. En soms is gewoon een babbeltje slaan met iemand die wat bij je werkt al heel leuk om even over iets anders te praten. Hè. En hoe ervaren zij dat? Hebben zij zoiets van, oh nee, daar is Alexander weer. Hier gaan we weer, ze heeft weer iets aan de hand. Nee, er zijn maar die momenten dat ik merk dat iedereen heel stil aan het werk is en heel hard aan het typen als ik denk van, oei, ik heb precies een beetje fel geweest. Ja. Dus, maar goed, ze weten dat dat maar iets tijdelijk is en... Ik loop daarna wel even binnen van, ja, ik moest even van mij af en sorry daarvoor. En heb ik een en gaan we weer voort. Hè. Nice. Dus als ik het goed begrijp, als mensen nu kijken en hebben zoiets van, ik wil de week starten, Corda Morning Show. Doe het gewoon. Dat klinkt heel simpel, maar begin er gewoon aan. Mm-hmm. Ook al heb je zoiets van, oh, het is vandaag administratiedag of boekhoudingdag, ik heb er geen zin in. Het hoort erbij, let's go. En je gaat er ook weer dingen uithalen. En als je dan toch even dat moment verbezigd fout bent, als je dat moment dan hebt... Dat je dan ofwel iemand belt of voor jezelf de mogelijkheid geeft. Ik klaag even. Of muziek. Muziek. Ik heb zo met een drama top 5. Hè. Highway to Hell, Welcome to the Jungle. We gaan dat keihard opzetten. En ik heb een heel zwaar leven. Voor mij is dat weer. Ik heb een heel... Brigitte Kaan. Ah ja, voilà. Dat. Ik heb een heel zwaar... Dan ben ik meteen al aan het lachen. Dan is mijn moed al helemaal anders. Dus dat werkt ook wel. Heerlijk. Ja, dat is ook wel... Zou dat een secret zijn om het gewoon aan jezelf toe te geven? Van, het is even niet... Het is een blue Monday, maar... Mm-hmm. Ja. Als ik besef, ik heb een heel... Een off-moment. Een off-moment, ja. Dat was het bij mij ook, met mijn bedrijf ook en Call of Duty ook daar ook. Klagen, even van oké, ik geef het eerlijk aan mezelf toe, maar 2 seconden later, hoe gaat het beter worden? Voilà. Wat gaan we doen? Ja. We gaan die dingen... That's the spirit. Ja, alright. En ik zie ook, ik ben ook even aan het kijken naar de backstage crew, is allemaal wat tekens aan het geven. Het is live natuurlijk, mm-hmm. Mensen staan aan het doen. Als ik ook kijk naar, als we dan die energie hebben en we hebben onze motivatie voor een stuk gevonden, wat ook een belangrijk is, denk ik, zowel voor mensen die... Of dan nu werknemers of ondernemers, studenten. Mensen werken elke dag samen, zijn in vriendengroepen, professioneel, noem maar op. We zitten nu eenmaal, kunnen er niet onderuit, in speciale tijden nog steeds. Mm-hmm. Als ik kijk naar jullie bedrijfsfilms, als ik kijk wat ik zie gebeuren binnen sprinttransport, online, en ik weet het is social media, je ziet een facet ervan. Maar al uw werknemers, iedereen is ervan aan het lachen. Of is van alle gekke dingen aan het uithalen. En ik merk dat heel veel bedrijven en heel veel mensen iets hebben van, maar ik heb moeite om te connecteren met iemand. Omdat het allemaal digitaal is, online, ik ben die Zoom, die Teams, allemaal zo beu. Hoe connecteer jij, of zeker als je ook nog eens met transporteurs hebt, hoe brengt jij iedereen samen? Eerst en vooral, als het op een verre afstand is, ga ik sowieso telefoneren, vragen van, hey, hoe is het ermee? We zijn een heel vlak bedrijf, dus mijn structuur is niet dat ik ergens in een glazen kot zit en beveel is beveel roep. Nee, helemaal niet. Dus ik zit echt tussen de mensen. Ja. En ik vind ook belangrijk, hè, wat de eerste lockdown gedaan hebben, is vooral de mensen die dat thuis waren, omdat er geen werk was, bellen, van hun vertellen van, ja, vandaag de dag hebben we dit gedaan, hier kijken we tegenaan, we proberen dat en dat te doen. Maar dat is ook een idee hadden en een notie van, hoe zit het nu eigenlijk bij Sprint achter de schermen, want ik heb ze verdorie al even niet meer gehoord. Ja. Voor de rest, ik ga op een andere manier mensen recruteren. Ik ga kijken of de persoon bij mijn organisatie past. Dat is een goeie. En de rest leren we die persoon wel. Ik neem heel graag de tijd om mensen van A tot Z op te leiden. Dat is voor 2 dingen heel goed. Ten eerste, mensen geeft je op die manier kansen. Ja. En anderzijds, zij voelen zich meteen thuis, want ze zijn heel dat traject door begeleid geweest en ze weten precies wat er van hun verwacht wordt. En dan leren ze ook hoe dat het bij ons is. En ze weten van, als mijn deur open staat, is iedereen welkom. En die staat eigenlijk 90% van de tijd open. En als er issues zijn, dan heb ik die graag zo snel mogelijk van de baan. Dus dan lossen we dat sprintstyle op en dat werkt het beste. Sprintstyle, nice. Ik moet ook zoiets hebben bij ons, sprintstyle. Nee, cool. Dus de deur is open en vooral dan ben ik ook fan van het hele van culture, eat strategies for breakfast of het hele dus connectie. En een beetje linken dan wat je zei van iemand even opbellen als het niet goed gaat. Ik kan me inmiddels dat mensen die nu aan het kijken zijn, zelf, ja, als ik dan mijn werknemer opbel en die zal thuis zitten, daarin zijn jogging, koffie te drinken, is dat dan niet awkward? Nee, helemaal. Zeker niet als er alles, iemand heeft aangegeven dat het minder goed gaat of zo. Ja. Dan is het toch wel fijn dat je hem eventjes opbelt of haar even opbelt om te vragen van, en hoe gaat het? Want ja, ik zie je nu niet meteen, dus videocalls gaan we nu niet meteen doen. Dat vind ik, dat is dan ook zo van, dan zie je dat de mensen in de jogging zitten, dat gaan we niet doen. Maar voor de rest hebben we nog een sprint on the road groep, waar dat heel veel collega's echt wel de vlam in de pijp steken en er zotte dingen in zetten. En alleen al daar dat is open klikken, dat is wel plezierig om mee te maken. Cool.
Nice. Ik hoop dat het u, als je aan het kijken bent, ik hoop dat het u inspireert. Dat je zelfs jezelf, ik ga mensen opbouwen. Ik ga ook sprint-style roadshows doen. En er gewoon aan beginnen. En daar gaat het vandaag bij de Korda Morning Show over, over die passie. Nu, kijk even naar de tijd. We gaan ook nog leuke dingen doen. We gaan niet alleen babbelen. Ik onthoud energie, gewoon doen. Zoals we zelf ook gekaderd hebben. Het is niet altijd, het is voor iedereen zo. Nee. Het is niet altijd, elk moment moet niet altijd extreem zijn zoals we er nu aan het gebeuren zijn. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Maar degene die het verschil maken, is zoals we zeggen, degene die doordoen. Ook al heb je het gevoel, en nu komt die, kijk wat ik hier aan het doen ben. Het gevoel dat uw handen gebonden zijn. Dus ik heb voor u, Alexandra, een proef uitgevonden. Die dat allemaal samenbrengt. Je zit met je handen gebonden, je ziet een probleem, je moet er iets, je moet verschillende balletjes in de lucht houden en uiteindelijk moet je doorzetten en zorgen dat het zoals bij transport op tijd geleverd wordt. Mm-hmm. En dat is wat we gaan doen. Ik kan nog niet helemaal zeggen wat we gaan doen, we gaan het ook zien voor de mensen. Ik ga je wel vragen om dit al even aan te doen. Je gaat merken, die handschoenen die zijn aan elkaar gebonden. Oei, oei. O, helemaal. Dus je gaat wel even moeite moeten doen om erin te geraken. Ik mag je niet helpen, coronaproof. Nee. En de handschoenen zijn aan elkaar gebonden. Waarom dat die aan elkaar gebonden zijn, gaat je zelfs merken. En als je er klaar voor bent, gaan we naar mijn tweede. Dat is wel echt onhandig. Ja, dat is de reden waarom dat ze de echte handschoenen van elkaar produceren. Omdat dat handiger is. Hoho, slechte moppen, 's morgens vroeg. Heerlijk. Alexander, zit je klaar? Ja. Puur om het, we gaan niet met de micro's, de maskers en zo, maar puur om het coronaproof. Ik zal leaden en als je genoeg afstand van mij hebt, volg je mij naar de volgende studio. En dan gaan wij leuke dingen doen. Alright. Kom maar mee. Kom maar in mijn, waar het allemaal begonnen is deze morgen, in onze studio. Jij mocht plaatsnemen. En voor de mensen gaan zien, staat hier, de handen zijn gebonden en houden ze ook heel goed samen. Je zit hier een doos met Alexandra, met, en ik hoop jullie mensen thuis ook of op kantoor, met pingpongballen. Mm-hmm. Ik vond de tune, by the way, echt zo heel zo dramatisch. Ik had het gevoel van, wat gaan we nu doen? Maar goed. De pingpongbal. Het doel is, ik ga zelfs aan de mensen van de backstage vragen om een klok van 30 seconden te laten aftellen. Mm-hmm. Ja, de bedoeling is, zoals de mensen, je zit gebonden met je handen, je ziet die balkjes in de lucht houden. En de bedoeling is heel simpel. Je moet, zonder de doos van de tafel af te gooien, proberen om in die 30 seconden zoveel mogelijk pingpongballetjes blijven gaan, pingpongballetjes eruit te krijgen. Okay? Mocht je hier supergoed in zijn en zo stiekem geoefend hebben en ze zeggen van ik ben de pingpongbal queen, ça va, dan gaan we gewoon kijken, want we gaan dit vergelijken als er ooit nog een tweede aflevering komt. Dat hangt van jullie af, als jullie de feedback geven. Welke andere gasten, en dan gaan we zien wie het beste gescoord heeft. Mocht je de hele doos leeg krijgen, super. Binnen 30 seconden gaan we kijken naar je tijd. Mochten er nog balletjes in zitten, gaan we gewoon tellen hoeveel balletjes en wij houden dat bij voor toekomstige afleveringen. Okay. Is dat volledig duidelijk? Spannend. Zit je klaar? Moet je nog iemand bellen? Een andere ondernemer of wat tips of trucs? Nee? Okay. Kunnen we dat wel, hè. Alright. Energy go. Ik kijk even of de backstage crew klaar is voor de timing. Zoals als ik zeg go, dan begint de klok te lopen. 3, 2, 1, go. Come on. Hoppakee. Blijven gaan. Blijven gaan. En er zit hier tactiek achter. Er zit hier de gedrevenheid, de passie, 's morgens vroeg om iets voor 10. Alexander, nog 17 seconden, je bent heel goed bezig. Je bent echt top bezig. Ja, het zijn die laatste. In het begin begint je en denk je van het zit allemaal mee. Maar dan komt het en dan moet die doorzetting er zijn. 8 seconden, 7, blijven gaan, blijven gaan. Houd de doos op de tafel. 0, moedig eraan. Als je thuis aan het kijken bent, moedig eraan. Stop de tijd, stop de timer. Zeer. Zeer nice. Ik heb bijna een pink alles naaiers gebroken, pinken gebroken. Het is tussen. Allemaal voor het goede doel. Ik ga even, ik kom even kijken of ik er ga zijn. We gaan even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31. We gaan dat nog zeker natellen. Er komt ook een deurwaarder om zeker te zijn. Want ik kan me nu al inbeelden dat mensen zeggen van ja, maar ja, klopt dat wel, Marne? Ik heb dat zo rap geteld van op afstand. Het zijn er ongeveer. Alexander is aan het natellen van. Je ziet de competitiebeest. Het zijn er minder dan 30. Het zijn er minder dan 30. Dan zit je heel eerlijk. Ik kan nu nog de 31 geven. Maar we tellen het sowieso. Ik val hier bijna over de ding. We tellen het sowieso. Hoe vond je het, by the way?
Pijnlijk. Pijnlijk. Maar wel leuk. Voilà. In het begin gaat dat makkelijk. Hè? Dan denk je van, laat weer eens een walvis doen. Ja. We smijten die bal in alle richtingen. Maar op een gegeven moment kom je wat dieper in die bak terecht. En dan is het toch wel moeilijk voor die balletjes nog te pakken te krijgen. Ja, we hebben het zelf ook voor de eerste keer geprobeerd. En je zag al de stagiairs ook begonnen. Heel van, dit is te gemakkelijk, maar ik welke proef. En dan, zoals jij ook zei, had je dus van, oké. Maar ik vond het heel mooi. Ook al waren je handen gebonden, zat het even niet mee. Je bleef doorgaan. Je hebt het er allemaal voor een groot stuk uitgekregen. Mm-hmm. Ik denk dat je heel mooi... Niet om te slijmen omdat je hier bent, maar ik denk dat je een heel mooi resultaat neergezet hebt. En hierbij ook wil ik even afsluiten naar jou, Alexandra. Ik hoop dat je het tof vond. Zeker, heel fijn, echt waar. Het was kort, ja. Krachtig. Ik hoop dat de mensen er ook iets aan gehad hebben van. En als ze willen connecteren, als zij iemand, natuurlijk moeten ze niet helemaal plat gaan bellen, heel Limburg. als je die energie boost, volg haar op @executegirl op Instagram. En daar zijn giga veel positieve mindset boost. En zelfs hoe je boekhouding goed kunt doen, wat ze geleerd hebben. Alexandra, super merci. Dank u wel en geef haar een digitaal applaus. Ik hoop dat we dit ooit echt met het publiek kunnen doen. Digitaal applaus. Dank u wel en een heel top week. Dank u wel voor mij hier te gast te hebben. Graag gedaan. Super. En wij gaan meteen door. En zoals gezegd, een goede week start met de juiste insights die Alexandra u gegeven heeft. Met energie, met het soms toegeven van het is niet de beste week. Ik hoop voor u natuurlijk van wel. Even klagen, zoals Alexandra zei. Even iemand opbellen. Of ook wilt hij dat niet, belt die mens gewoon op. En dan meteen doorpakken. En net zoals mij in het business of Call of Duty, of zoals Alexandra vroeger gamede, gaan die overwinningen komen. Ik wil afsluiten met een mooie noot, een muzieknoot, want muziek roept emoties op, muziek motiveert. Net zoals Alexandra haar playlist had op Spotify of iTunes. Ik kan er zelfs niet meer babbelen. Het is ochtend voor iets. Wil ik afsluiten met twee artiesten, een gitarist, akoestisch en een jonge zanger van de school hier, net eigenlijk buiten de studios, Corde Theaterstudios, Kind uit Jezus van de afdeling, Muzaar, is de kunst- en muziekafdeling van Kind uit Jezus school. En zij gaan een nummer brengen genaamd One of the Boys, waar gelinkt aan zijn coming out een tijd terug. Supermooi, ik heb het net al mooi horen bij de repetities, geniet ervan, pak het mee en zoals ik zei in het begin, wat er ook is, blijven gaan. En ik hoop jullie volgende maand terug te zien voor de tweede Corda Morning Show. Ik was Marnik van den Broek, gentlemen, take it away. In a beautiful day, thinking about what I would say, that I'm a special edition or some other definition. After dinner, yeah, I said, need to tell your mom and dad that I'm on an expedition. We need your permission. It wasn't my choice, but I'm not one of the boys. I'm a rainbow boy, I'm full of joy. I'm not on Tinder with girls to the left and boys to the right. I'm a rainbow boy, I'm full of joy. I'm not on Tinder with girls to the left and boys to the right. I'm a my empty glass. I hope to die and not regret what I wanna say and what I wanna do. I just wanna say that I love you. It wasn't my choice, but I'm not one of the boys. I'm a rainbow boy, I'm full of joy. I'm not on Tinder, but girls to the left and boys to the right. I'm a rainbow boy, I'm full of joy. I'm not on Tinder, but girls to the left and boys to the right. I'm a, and the last thing that they said is that they accept. And they told me, and they said me, you're a. And the last thing that they said is that they accept. And they told me, and they said me, you're a rainbow boy, you're full.
tradition. You have our permission. Rainbow boy, I'm full of joy. I'm not on Tinder, but girls to the left and boys to the right. I'm a rainbow boy, I'm full of joy. I'm not on Tinder, but girls to the left and boys to the right. I'm a rainbow boy, I'm full of joy. I'm not on Tinder, but girls to the left and boys to the right. I'm a stars reflect in the reservoirs, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty petty thieves, and you're standing on our streets. For Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to top, the first of the gang to die. Oh my. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to top, the first of the gang to die. Oh my. And you have never been in love until you've seen the sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty petty thieves, and you're standing on our streets. Where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to top, first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. And a poor, and a not very rich, and a very poor. He stole our hearts away, away. He stole our hearts away, away, away. He stole our hearts away, away. He stole our hearts away.